Ik vind het prachtig en belangrijk werk in de Kamer, maar ik heb uiteindelijk besloten dat niet te doen. Henk Nijboer vertrekt uit de Tweede Kamer. Hij maakte vandaag bekend dat hij zich niet gaat kandideren voor de volgende periode namens de Partij van de Arbeid. Bij de volgende verkiezing vormen GroenLinks en Partij van de Arbeid een gezamenlijke lijst. Nijboer staat niet achter deze beslissing en verlaat daarom na 11 jaar de Kamer. Nou, ik ben een overtuigd sociaaldemocraat. Ik heb me met hart en ziel voor Groningen en voor de sociaaldemocratie ingezet. En ik heb niet voor de gezamenlijke lijst gestemd. En ik denk dat de mensen die daarop gaan stemmen, op de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks, dat die ook mensen verdienen in de Kamer die daar volop in geloven. Daarom maak ik plaats. Nou, ik denk dat ik best wat in de Kamer nog kan brengen. Hè. Er vertrekken heel veel mensen. Ik zou ook graag nog verder voor Groningen opkomen. En ik vind wonen heel belangrijk. Daar heb ik heel veel wetten ook voor ingediend. Dus er was nog heel veel werk te doen. En aan de andere kant denk je van ja, dan kom ik in een nieuwe fractie. Zit ik op een flank die zegt van nou ja, jongens, het moet wel reëel zijn. Bedrijven moeten het ook mee kunnen maken. Werkgelegenheid is ook belangrijk. En alles afwegend heb ik besloten. Het is tijd voor wat anders. Ondanks zijn besluit gaat hij de Tweede Kamer wel missen. Ik ga de komende 4 maanden er nog volop tegenaan. Hè, want er hebben meer dan 23.000 mensen, ook veel uit Groningen, op mij gestemd. Dus ik heb een voorkeurszetel in de Kamer, die ga ik nog volop benutten. Dus ik probeer nog een wet er doorheen te krijgen. Ik ga nog voor Groningen de debatten doen. En daarna is het aan anderen en dan ga ik weer wat anders doen. En wat weet ik nog niet.